zelfs niet toegekomen. Is er nog nooit geweest? Oké, okay, en hoe gaat ze naar die vriendin? Ze is met de fiets. Er staat een afspraak in bij Totalos Tattoo. Daar houd ik niks van. Heeft u dit meisje gezien? Ja, maar de afspraak was niet voor haar. Hè. Het was voor haar vriend Thibaut per se een tattoo door mee laten zetten. Ja, dat is de Nico. Die twee zijn er te samen. Hè. Allee, ja, daar zat echt een haar in de boter. Om ja. te zeggen, een heel praat. Het was een grote liefde tussen die twee. Je ziet hier ook, dus hier staat gewoon haar naam. 19. Amber is sinds gisteren verdwenen. Haar moeder vermoedt dat er iets ergs gebeurd is. Maar ze weet bijvoorbeeld niet dat Amber terug samen is met haar vriendje Nico. Dus we vermoeden dat ze hier zit en dat ze gewoon vergeten is haar moeder te verwittigen. Dat gebeurt wel een keer dat pubers ouders voor niks ongerust maken. Nico. Wat is? Kende jij Amber? Ja, dat is mijn vriendin. Ja, wou ik er binnenkomen? Wat dat moet, ja. Jij zou met Amber blijkbaar een tattoo shop lopen. Wat was dat? Totalos. Totalos geweest zijn, klopt? Ja, dat klopt, ja. Gisteravond. En daarna? Zou is er een verdiening gaan of een filmavond of zoiets. Ik ben hier de voetbal komen zien. Met wie dan? Alleen. Welke match was het? Anderlecht Brugge. Je hebt een serieuze tattoo laten zetten, heb ik begrepen. Ja. Met haar naam en al. Ja, dat mag toch? Ja. Doe dat het leven hebben, ja. Maar word ik beschuldigd van iets of zo? Nee, maar ja, we maken ons wat zorgen omtrent Amber, dat is het enigste. Ja. Hebben ze nog gehoord? Nee, niet meer, nee. Niet meer gehoord. Zullen we haar lijf volzetten met ertekens en de naam van haar lief? Maar ze er niet mee bezig waar ze nu is en op wie dat ze gaat en wie dat ze omgaat. Dat doet het interesseert. Ze is oud genoeg, hè. Oké. Bon. Ze gaan nog iets weten of zo? Ik zal ook nog door moeten, ze weten. We zullen ons eigen buiten laten, hè. Wat denk je daarvan? Veel goed, maar heel goed. Bedankt voor de informatie. Ja, is graag gedaan. Nu van die kerel niet hebben. Maar ja, dat ben ik, hè. Ja. We moeten wat dus, hè. Hè? Maar... Wat dan? Ik ga een keer vroeg onder die Bas in Tinnike, ik weet niet. Waar is dan je Bas? Wat? Oh, duidelijk, het is een zere fiets, hè? Ja. Dispatch Alpha 210. Kun jij versterking sturen naar de Mezenstraat 19? Voor overbrengen van een persoon. Ik moet niet mee. Ja, Roger, de komt op plaats. Ik ben van plan, denk ik, om een motto te kopen. De motto? Ja, echt waar. Maar heb je dan een motorrijbewijs? Nee, nog niet. Ah, dan moet je dat nog gaan halen. Ja, ik krijg goed. Dat gaat geen probleem. Alle ploegen, er zijn zebras uitgebroken uit het circus dat op het gemeenteplein staat. Dus iedereen ogen ophouden, over. Dispatcher Brabant en 10, heb ik dat goed begrepen dat hier over zebras gaat, over? Inderdaad, zebras. Er heel precies te zijn, bij het uitladen is er iets misgelopen en daardoor zijn ze kunnen overlopen, over. Oké, wij kijken in het rond, over. Het is heel belangrijk dat we die zebra's eigenlijk zo snel mogelijk vinden, want ja, die kunnen echt wel heftig reageren als ze in paniek zijn. En dat kan dan toch wel tot gevaarlijke situaties leiden. Dus laten we hopen dat we ze snel vinden. Ja, collega's. Een oudere dame geraakt haar huis niet meer binnen. Meer informatie hebben we niet. Dat is op het adres Hovenstraat nummer 26. Over. Goed nieuws. Moeten we die zebra's niet doen? Jij schrik van? Nee, maar allee. Kom, we gaan gewoon dat dameke binnenlaten. Huppakee. Perfect. Ze staat er al te wachten nog, garm. Ze staat al buiten. Ah, oké, ja. Goeiedag, mevrouw. Goedendag. U raakt niet binnen? Ja, wat is er aan de hand? Ja, ik kan niet binnen. Mag jij toch een sleutel vast? Dus, ja, ik ben niet klaar niet binnen. Oh my god, is dat nu een kameel? De kameel staat waarschijnlijk voor de deur, denk ik dan. Ja. Ik kan niet binnen. Ja. Ik was even aan de bakker. Ja. En de klant die zat binnen, anders ja. Neem ik die altijd mee. Dispatcheer Bravo 110. Wij vragen ons af of dat er eigenlijk ook nog andere dieren zijn ontsnapt uit het circus buiten zebras. Want... wij hebben hier een kameel aangetroffen voor een deur. Ja, dat klopt. Er zijn nog dieren ontsnapt. Misschien dat er iemand van het circus of zo kan komen om die kameel op te halen.
Over. Doei. Oké, er komt iemand aan, mevrouw. Ik weet natuurlijk niet zo goed... Maar misschien is het best dat we die richting tuin krijgen, die kameel. Want... Ja, ik durf niet dichter dan deze. Allee, dat is een keisgoed beest. Ja, oké. Allee, ga maar. Hè. Ja. Ik ga het proberen, hè, mevrouw. Ja, dank u wel. Geen zebras, maar wel een kameel. Dat is natuurlijk ook wel iets exotisch. We gaan nu wachten op de man van het circus. We gaan er ook voor zorgen dat de grootmoeder bij haar kleinkind kan komen. Hoe dat we dat gaan doen, dat weet ik niet. Maar we gaan wel voor een oplossing zorgen. Here we go? Yes. Laten we naar buiten komen. Ja, ik ben niet snel. Dan zijn we gelukkig zijn ons te zien. Ja, tussen nu weer. Oh, kun jij eens even buiten komen, Nico? Vraag je, Nico. Diavolo. Wat doet hij hier? Laat het maar los, jongens. Ik heb zelf gezocht. Ze moest me niet uitlachen. Wat blijft? Ze moest me niet uitlachen. Ze moest er niet uitlachen. Waar is ze? Ze moest me wel niet uitlachen. Waarmee is ze uitgelachen? Hey? Ik heb ze toch weer teruggepakt. Met wat is ze teruggepakt? Hé. Hey. Nico. In één keer doof, of wat? Om één keer niks meer te vertellen, of wat? Waar is Amber? Kom, zit in de man hier? Ik weet het niet. Oh, oké, zeg maar. Hier. Ja. Je moet dat meepakken. Help maar, los, joh. Zeg, hé. Nee, kom. Ga je direct naar boven? Ja. Amber! Amber! Amber? Amber? Ambulance. Ja. Amber, hey, hoort je mij? Zeg, dispatch Alpha 210. Oh, kun je gaan zap naar ambulance sturen? Mee zijn straat 19. Amber. Welke over? Wat is deze allemaal? Zeg. Ja, ik heb iets naar je hoofd. Amber, maar die reageert gewoon niet, hè, Koen. Maar dat is zo'n ding om tattoos zelf op te zetten, of wat? Heeft hij dat niet gepakt of hebben ze dit gegeven? Of wat is dat? Want dat hadden we toch niet doen anders? Ja, weet, volgens mij is hij gewoon gedrogeerd. Dat kan niet anders. Het goede nieuws is, Amber is terecht. Maar wat dat weer aantreffen, daar kan ik niet blij mee zijn. De zaak is dan wel opgelost, maar Amber lijkt gedrogeerd te zijn. Om haar iets uit te halen wat dat voor mij een pure misdaad is. Dus we wachten nu op de ambulance. Want ondervragen, dat zal voor later zijn, denk ik. Oké, wacht, hè, hoe gaan we dat doen? Ja, jij langs die kant. Nee, jij daar. Er zijn 3 zebra's en 1 kameel ontsnapt uit het circus. Nu, de kameel hebben we gevonden. En we zijn hier aan het wachten op de man van het circus, zodat hij die terug kan meenemen. We gaan er ook voor zorgen dat de oma bij haar kleinkind kan komen, want hij zit helemaal alleen thuis. Kameel, moet je dat aanraken? Oh nee, als ze niet gaat dat stampen of zo. Nee. Allee, kom, kameel. Hè? Ik durf dat niet aan te raken. Obi, oh manneke, zeg. Ola, ola, ja, oh my god, oh my god, dat beweegt. Oh my god. Hé, maar dat luistert naar ons, Obi. Nee, dat luistert naar mij. Hier is, hè. Ja, goed, vlieg, jonge vlieg. Of meisje, ik weet niet wat dat is. Ik weet het ook niet. Zeg, maar, goed, oké. Okay. Gaat dat blijven die... staan? Ik weet dat niet. Afspannen of zoiets, hè. Kun jij hier even wachten? Ik ga Lint halen, dat ligt in een auto. Je gaat mij hier alleen laten met je kameel, of wat? Ja, allee, ja, er moet toch iemand bij blijven. Oké, okay, nu, ga, ja, nu, okay, snel. Hè? Ja, braaf. Hè? Brave jongen. Hè? Oh my god, dit is echt goed, schatje. Goed bezig. Blijf maar gewoon rustig staan. Ja. Mocht ook naar... Kijk anders naar daar, hè. Braaf blijven staan, hè. Nee, blijf maar... Ja, maar blijf maar braaf. Boeg. Obi, snel. Ja. Lukt dat? Gaat dat tegenhouden? Dat gaat toch nooit. Oh, het is toch te ziet, hè. Ja, dat is... Nu blijft hij een braaf staan, maar... Denkt u niet dat het veilig is? Dat ben ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja. Het is niet erg, hoor. Wat is hier wat in de tuin staat? Kom maar eens kijken, hè. Dat stond er voor de deur, zeg. Wauw. Een kameel. En oma kon niet binnen. Daarom heeft ze ons gebeld, hè. Maar het is toppen dat die circusmens hier snel is, natuurlijk. Ja, ik hoop het, hè. Ja, het is toppen dat die kameel rustig blijft staan totdat die mens van het circus er is. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik misschien toch liever die zebra's had gevonden dan die grote kameel. Hé, hey, blijf maar daar staan, hè. Ja, je bent een flinke, hè. Ja.
Amber is hier nu voor verhoor en we hebben de indruk dat zij nog niet weet wat dat er op haar hoofd staat. We gaan eerst luisteren naar wat dat zij te vertellen heeft. Heeft Nico iets gegeven? Iets dat jij ingeslikt hebt? Of... Ik weet het niet. Je weet niks meer of wat? Ik heb geen idee. Heb u zelf al gezien? Ondertussen? Nee. In het ziekenhuis hebben ze... Ik weet niet wat dat juist is. Heeft Nico mij geslagen of zo? Of... Heb je daar vaak ruzie mee met dat gezicht van... Heeft hij mij geslagen? Ja, toen dat wij uit de tattoo shop kwamen, was Nico toch wel redelijk kwaad op mij. En die ging echt helemaal over de rooien. Dus ik denk dat hij daar toen wel tot in staat was. Maar wat er allemaal daarna gebeurd is, daar heb ik echt geen flauw idee meer van. Waarom was hij zo kwaad na de tattoo shop? Ja, we waren samen naar de tattoo shop gegaan. Want, ik en Nico hadden ruzie gehad, want hij had mij bedrogen. En ik heb dan gedaan alsof ik het hem vergeven had. En gezegd van ja, hij moet zijn liefde bewijzen aan mij door middel van een tattoo te zetten. Maar ja, stommerik doet dat dan ook nog. En toen wij uit de tattoo shop kwamen, heb ik gezegd van ja, het gaat toch niks meer worden tussen ons. En ja, toen is hij echt wel helemaal over de rooien gegaan. En je weet? Nee, vanaf daar is het echt allemaal zwart. Hij verdient het echt om heel zijn leven lang met zo'n stomme tattoo op zijn lichaam te lopen. Hij zal nu wel eens 2 keer nadenken voordat hij nog iemand bedriegt. Oké. Ik ga u even een spiegeltje geven misschien. Nico heeft verklaard dat hij zo'n toestelje zo zelf gedaan heeft. Daar niks van gevoeld dan? Ik had daarvoor gestraft worden met Amber. Wat mensen elkaar allemaal toch niet aan doen, dat is niet te geloven. Wraak is niet echt een goede raadgever, laat dat wel duidelijk zijn. Amai, je commissaris gaat hier zo hard mee lachen, hè? Yes, je hebt gewoon een hele fotoshoot met een kameel, jongen. Gratis en voor niks. We hebben die ontsnapte kameel nu wel in een tuin kunnen zetten en die staat daar vrij rustig. Maar ja, met dieren moet je toch altijd voorzichtig zijn, want je weet niet hoe dat die gaan reageren. En ik hoop dat die eigenaar zo snel mogelijk komt. Ah, dat zal hem zijn, hè. Dag meneer. Dag hoor. Ik veronderstel dat dat een beest is. Dat dat van u is. Ja, hij staat daar vast, maar heeft al geen hoesting. Geen hoesting om mee te gaan. Helemaal niet. Allee, vooruit. Jullie kan misschien het lint losmaken. Ja. Jullie kan proberen te alsteren. Oké, kijk hoor. En heeft hem een naam? Ja hoor, deze kameel heet Kim. Kim? Amai, een schone naam. Een fijne dag, hè. Dank je. Merci. Oh, hij is er al, hè. Hola. Ja, je vriend. Kim. Zeg, meneer, mag ik even iets vragen? Een beetje een lastige vraag. Zou ik daar eens op mogen zitten? Je mag daar graag eens op zitten. Nee. Ja. Dat mag. Maar je moet natuurlijk iets zoeken, waar je eventueel opstaat of zo. Oh, ja. Lieve bus, is dat goed? Daarop zou goed zijn. Hier. Is u klaar? Ja. Hoppa! Amai, zie je? Fantastisch, hè? Wacht, hè? Zie. Lachen. Schoon, hè? Hey, chic, hè? Amai. Heel schoon. Al alle vind ik nu fantastisch, hè? Voilà, je staat erop. Oh, fantastisch. Is dat leuk? Ja. Ja? Ja, dat is hoog, joh. Is dat zacht? Ja, dat is wel goed. Oh. My god, Omi.